je hebt natuurlijk ook nog een hoop persoonsgegevens. Daar kunnen we ook hele leuke dingen mee doen. En daar komt een wet aan, de meldplicht datalekken. En die zegt dat als zoiets gebeurt, moet je dat dus melden bij de gebruikers, maar ook het CBP. Dus we gaan nu over naar het datalekken debat. En we doen dat met Udo Oele en Mirjam Bink. Ik kom even staan. Ja. Nou, welkom, welkom. Je hebt het allemaal mooi kunnen bekijken vanaf het balkon. Hoe vond je het eerste item? Was een beetje technisch, hè? Beetje. Ja, nogal, hè? Ze tazelde mij een beetje. Ik snap ook wel waarom veel ondernemers dat allemaal niet snappen en weten. Nee, inderdaad. Dus daarom zijn we blij dat jullie er zijn. Want jij neemt het op voor de ondernemers en jij voor het College Bescherming Persoonsgegevens. Want Udo Oele, je bent jurist, nu 4 jaar hoofdtoezicht private sector. Daarvoor 3 jaar hoofdbedrijfsvoering bij het CBP. Jij was ook voorzitter van de VVD in Rijswijk. Dus klopt. Je weet wel een beetje hoe ondernemers denken. Zeker. Dus waarschijnlijk zelf ook wel ondernemend zijn. Je hebt nog bij het kadaster gewerkt. Nou, daar heb je ook nog een tijdje mee verbonden geweest, Mirjam. Je bent medeoprichter van ONL voor ondernemers. Yes. Jullie nemen het echt op voor de ondernemers. Regiovoorzitter MKB Nederland was je. Je hebt ook in het bestuur van de Kamer van Koophandel gezeten. Sociaal Economische Raad. Je was ook nog, en dat is ook wel leuk, minister voor Communicatie en Organisatie in het schaduwkabinet. We hebben een schaduwkabinet. Het schaduwkabinet. Met alleen maar ondernemers. En dat is dus een kabinet met ondernemers die niet zeggen wat er mis is, maar die vertellen het kabinet hoe het beter kan. Nou, we hebben nieuwe verkiezingen gehad en nu ben je minister van Start-up en Regeldrukvermindering. Ja. Dat is ook wel kicken, ja. Dus, je hebt ook bestuursfuncties. Nou, nu niet. Heb je niet te druk met besturen of ondernemen? Of je bent nou, ook ik ben in de eerste plaats ben ik gewoon een ondernemer. I'm a recruiter, hè? Ja. Dat is wat jij doet. Ja. Wat doen jullie daar? Wij werven mensen via het internet voor onze opdrachtgevers. Dus ik heb eigenlijk best wel veel met internet te maken. Ja. Al heel lang, maar het was toch nog best wel veel informatie. En heel veel interessante persoonsgegevens van mensen natuurlijk als je ze werft. Ja, maar niet in een eigen database. Dus dat scheelt weer. Dat staat in de Google Cloud. Naar LinkedIn en zo. Daar maak ik gebruik van. Bestaande informatie. Kijk, dat is veel beter. Maar, maar jij kent die ondernemerswereld van begin af aan. Je hebt ook hotelschool gedaan natuurlijk. Ja, hier. Maar wat kom jij zelf tegen in de dagelijkse praktijk van ondernemers als het gaat om digitale veiligheid? Nou ja, dat eigenlijk de meeste ondernemers daar niet mee bezig zijn, tenzij het hun vakgebied is. En dat is denk ik ook wel het grootste probleem. Als je aan het ondernemer bent, dan ben je dat vooral aan het doen. En dan is alles wat met IT te maken heeft, dat hangt eromheen of is ondersteunend. Maar het is niet een primair iets waar je mee bezig bent, totdat het misgaat. Ja, en dan pas gaan ze wat doen, maar dan is het te laat. Ja, vaak wel. Ja, heb je ook zelf wel eens iets meegedaan? Ja. Huh? Ja, ik heb een keer meegemaakt dat iemand die ontslag nam, daar spijt van had. En zo boos werd midden in de nacht dat hij probeerde in te breken. En toen had ik geen goed wachtwoordenbeleid. 1, 2, 3, 4, 5, admin. Ja, dat heeft overal ingelogde dingen en geprobeerd echt heel bewust allemaal dingen stuk te maken, te verwijderen en drama. En nou, dat was een ritje naar het politiebureau, 2 dagen later. Je wist wel dat die het was? Nou, dat duurde even, maar de hostingpartij was dan zo vriendelijk om te kijken vanuit welk IP-adres en toen was 112 en wist waar het vandaan kwam. De politie doet er toch al wat aan, dat is wel mooi. Nou, het wordt dan wel een civiele zaak. Oké. Dat is dan helaas... Ja, maar wel opgelost. Wel opgelost. Okay. En een wijze les. Ja, zeker. Nu doen we het beter, toch? Ja, absoluut. En ik waarschuw iedereen ervoor, want dat is wel iets wat ook bij ons natuurlijk ligt, die verantwoordelijkheid, is zorgen dat ondernemers zich er bewust van zijn. Ja. Want het is een gevaar en het kan je eigen business kan het heel moeilijk maken. Maar je bent er ook minder betrouwbaar naar je opdrachtgevers toe. En dat geldt voor alles waar je in zaken... Het kan uiteindelijk kan het je geloofwaardigheid... Is de grootste schade in die reputatieschade? Je ligt eraan denk ik wel in welk vakgebied je zit, maar ik denk over het algemeen dat zeker als je over data hebt en gegevens van je klanten en van consumenten, als je daar niet goed voor zorgt, dan is je reputatie weg. Naar de maan. Nou, en binnenkort moet je dus ook gaan melden als je data gelekt hebt. Udo, maar eerst, hoe was je week? Want we hadden de week van de privacy. En het is wel leuk, want alle soortgenoten die in andere landen zitten, Data Protection Officer, agent, hoe ze ook heten, die komen elk jaar samen ergens in de wereld
om met elkaar vooral te mopperen hoe slecht wel niet gesteld is met de persoonsgegevens. Nee, en dan gaan ze kijken hoe kunnen we het beter doen. Hè? Want in ieder land is dat dan weer anders. En nu was Nederland aan de beurt. Hè? Dus jullie waren eigenlijk gastheer. We waren gastheer. En het was een, misschien onbescheiden om te zeggen, maar het was een geweldige week. Ja? En privacy professionals uit de hele wereld inderdaad bij elkaar. En we hadden één centraal thema. En dat was privacy bridges. Om te kijken hoe we praktische brug kunnen slaan tussen de verschillende werelddelen. Om het leven van ons allemaal net wat makkelijker te maken. Ja. Omdat in al die verschillende werelddelen er verschillende regimes gelden. En dat is voor ondernemers heel vervelend, maar dat is ook voor dataprotectieautoriteiten is dat vervelend. Dus voor burgers is dat ook heel erg vervelend. Dus om te kijken om dat net allemaal voor ons allemaal wat makkelijker te maken. Nou, en daar is vorige week een basis voor gelegd. En we hopen dat in de komende jaren verder te gaan uitbouwen met mensen uit de hele wereld. Maar makkelijker voor wie? Voor de mensen die de privacy moeten beschermen? Voor de mensen die beschermd worden? Of de ondernemers? Uiteindelijk voor iedereen. Om op het thema maar te blijven data lekken. Je hebt allerlei in de hele wereld verschillende wettelijke verplichtingen om data lekken te melden. Mm-hmm. Alleen al in Amerika geldt voor bijna elke staat geldt een aparte wettelijke verplichting. In Nederland komt die eraan. In een aantal andere Europese landen bestaat die ook. En op het moment dat jij dus een multinationaal opererend bedrijf bent en je hebt een datalek, dan moet je dus bij heel veel autoriteiten inderdaad op allerlei verschillende manieren gaan melden. Ja. Je moet op allerlei verschillende manieren, in allerlei verschillende omstandigheden, moet je wel of niet naar burgers gaan melden. En een van die praktische bruggen die wij hebben voorgesteld, of die zijn voorgesteld, dat is dus om te komen tot een geharmoniseerd systeem om data breaches, datalekken te gaan melden aan zowel autoriteiten als aan burgers. Binnen dezelfde termijnen, et cetera, et cetera. Nou, er is natuurlijk ontzettend veel voor nodig, dus dat is niet van vandaag op morgen geregeld. Maar dat zijn een van die dingen die uiteindelijk voor en de ondernemer en de burger, maar ook inderdaad voor de dataprotectieautoriteiten zelf, tot een grote verbetering zou moeten kunnen leiden. Ja, want vooralsnog kon u alleen een last onder dwangsom geven. Hè? Dus stel, u bent een MKB'er en een hele database met bijvoorbeeld datingprofielen, om even iets interessants te noemen. Die blijkt, hè, via die scan van Melanie, je kunt erin, en iemand heeft het ook gedaan, hè, dan wordt dat gemeld. En dan zeggen jullie van, hey, je moet het wel heel snel fixen en die mensen ook op de hoogte brengen daarvan. Jullie krijgen zoveel de tijd en als je dat niet doet, dan krijg je een boete. Binnenkort kan het dus zo zijn, met de meldplicht datalekken, dan moet je het melden. En als je dat niet doet, dan krijg je een boete. Nou, wat kunnen ondernemers zich er ongeveer bij voorstellen? Wanneer krijg je een boete, hoe hoog en... Nou ja, om het laatste te beginnen, het kan maximaal 810.000 euro zijn. Dus dat heb je is... dat meer? Ik denk dat voor de vele ondernemers dat een hele hoop geld is. Maximaal. Ja. Oh, maximaal. Minimaal? Minder. Ja, oh, er is geen minimum. Ik kan ook zeggen 5 euro. Ja, minimum kan een euro zijn, een symbolische boete, maar dat is bewijs van. Hè. Maar daar gaan we maar niet daar gaan het we niet wel uit. Af natuurlijk. Hè. Het gaat juist, hè, het is niet ons grootste droom om voortdurend boetes uit te delen. We willen juist, en dat blijkt ook wel uit het filmpje en dat blijkt ook uit de scan, we willen juist dat die awareness omhoog gaat bij ondernemers, bij organisaties die persoonsgegevens verwerken. Zorgen dat de beveiliging op orde komt en zorgen dat op het moment dat het toch echt misgaat, dat wordt gemeld bij ons en in onder omstandigheden ook bij betrokkenen, zodat zij adequaat maatregelen kunnen nemen. Op het moment dat een burger weet van mijn wachtwoorden zijn gestolen of wat dan ook, dan en hij krijgt daarvan een melding, dan kan hij zelf er actie op ondernemen. Weet hij het niet, dan bestaat er het risico dat er met die gegevens gefraudeerd gaat worden. Dat hij daar echt hele vervelende gevolgen van gaat ondernemen. Ja. Nou, en wat we tot nu toe zien, is dat, tuurlijk, er zijn beveiligingsproblemen. Dat blijkt ook uit die scan. Dus we hopen dat die problemen sowieso minder worden. Op het moment dat het dan toch nog een keer misgaat, dat nu is de houding, we schuiven het onder het tapijt. Want we zijn bang voor die reputatieschade. Mm-hmm. Maar op het moment dat je daar dan transparant over bent, dat je er eerlijk over bent, je meldt het, je neemt adequaat maatregelen en je zorgt ervoor dat het snel wordt gefixt, dat bijdraagt gewoon A aan het totale niveau van beveiliging, maar B ook uiteindelijk wel in het vertrouwen dat je gewoon serieus met je klantgegevens omgaat, met je werknemersgegevens omgaat. Ja. En handel je zo, dan hoef je niet bang te zijn voor een boete, schuif je het onder het tapijt en komen er wel achter,
dan heb je een grote kans dat je boete krijgt. Want dat was juist niet de bedoeling. Okay, dus Udo is hier om de ondernemers te helpen dat ze niet die reputatieschade krijgen. Mooi, hè? Nou ja. En Mirjam was hier om mij te helpen, want zij begon gelijk al. Ik dacht, dit is helemaal geen debat. Nee. Begonnen over reputatieschade. Je moet het goed op orde hebben. Dus dat kan wel weer naar boven gaan. Ja, maar. Of denk je van, hier hebben we helemaal niks aan. Waar ik me wel vooral zorgen over maak, is of ondernemers in staat zijn om het goed te kunnen beveiligen. Dat ze weten dat ze dat moeten doen. En dat het niet, zeg maar, gebeurt, op het moment dat het gebeurt, door buitenaf wordt het dan ingebroken. Het is niet hun schuld, zeg maar, dat het gebeurt. Het is misschien wel hun verantwoordelijkheid dat ze het goed moeten beveiligen. Ja. En de vraag is, als dat dan gebeurt, of dat niet het risico is dat hun hele tent niet meer bestaat daarna, vanwege die reputatieschade, en dat je daarmee uiteindelijk niet iets verbetert, maar dat er gewoon een ondernemer minder is. Nou, stel je voor inderdaad, zo iemand als Melanie, hè, die kijkt op, noem maar iets, techtop.nl. Mm-hmm. En die ziet dat iedereen die zich aanmeldt, dat die database gewoon te downloaden is. En zegt, hey Chris, je moet wel dat instellen, je moet dat verbeteren, want anders dan, komt nog Mel. Een half jaar later belt ze weer, hey Chris, nog steeds niet gefixt. Kom, ik ben nu druk bezig met mijn programma. En dan belt ze jou. En dan zegt ze, die Chris, die loopt data te lekken. Mm-hmm. Udo, kunnen we hier niet iets aan doen? Hoe reageer je dan op dergelijke ethische hackers? Ja, als zij dat bij jou heeft gemeld en jij hebt er niks aan gedaan en jij lekt inderdaad data. Er is nog niets gelekt, maar het kan en ik doe er niks aan. Oké, dan is het op dat moment eigenlijk alleen nog maar een beveiligingsprobleem. Dan is het nog geen datalek. Okay. Op het moment dat er echt persoonsgegevens weg zijn, gestolen zijn, vernietigd zijn, dan spreken we van een datalek. En anders is het alleen nog maar een beveiligingslek. Dat soort signalen pakken wij nu ook al op. Want met onvoldoende beveiliging overtreed je op dit moment al de wet. Ja. Want de wet schrijft voor dat je passende technische en organisatorische maatregelen moet nemen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens goed adequaat beschermd worden. Ja, jullie hebben daar richtsnoeren voor gemaakt. Die zijn in februari 2013 uitgekomen. Ja. Met een plan, do en check act cyclus. Nou, dat zal je wel aanspreken. Ja. Ken je die richtsnoer? Zeker. Ja, omdat ik me natuurlijk heb voorbereid. Oké, maar daarvoor nog niet. Wat vond je van de tekst? Laat het zo even zeggen. Als je die tekst leest, denk ik, top, dat heb ik gedaan. Nou ja, dat is het algemene wat ik natuurlijk met het hele onderwerp heb, is dat, je bent je er eigenlijk niet van, ik ook niet, ik ben me er onvoldoende van bewust. Ja. Dit is dan de gelegenheid dat je erin gaat lezen, dat je erachter komt dat er ook een Europese wetgeving, dat ze ermee bezig zijn, en dat je dan een nieuwe Nederlandse wetgeving, en dat ik dan als ondernemer denk, weer een regel, iets waar je iets mee moet. En komt wel. Komt weer, en we zijn al zo hard aan het vechten om gewoon... Ja. Udo, help er even. Die ondernemers die gewoon gefocust zijn op de tendraaien. Mag ik één vraag stellen? Oh ja, tuurlijk. Ik vraag me nou af, als je nou even vanuit de kwaadwillende, en je wil je concurrent iets aandoen, zeg maar, en je zorgt dat daar wat opening en dat daar misbruik wordt gemaakt, dan gaat, en ze moeten het dan verplicht melden, Dat wat dan goeie. Bekend wordt. Ja. En dan... Maar niet elke melding van een datalek zal leiden, althans op het moment dat je het bij ons meldt, dan gaan wij dat niet naar buiten brengen. Op dat moment treedt niet de reputatieschade op. Het kan dus ook achter de schermen afgehandeld worden? Zeker, dat zal... Ja, maar die verplichting om al je klanten dat dan te laten, wel, die blijft dan wel, of is er wel een soort van redelijkheid en billijkheid wanneer er... Nou, op het moment dat het ongunstig of mogelijk ongunstig gevolg kan hebben voor de betrokkenen, zo staat dat in de wet, het zijn vreselijke termen, dan moet je het aan de klanten gaan melden. En wanneer daar sprake van is, dat is op het moment dat je bijvoorbeeld geen maatregelen hebt getroffen die die gegevens bijvoorbeeld beschermen tegen... door middel van encryptie of wat dan ook. Dus op het moment dat je ze versleuteld hebt en op het moment dat er sprake is van echt gegevens die echt kunnen leiden tot ongunstige gevolgen. Kijk, een... Geef een paar voorbeelden. Eerlijk, ik heb geen idee natuurlijk. Nee. Ik hoop dat mijn hosting service het goed... Nee, net zoals wat jij zag dat je bij je hosting service iets niet goed is. Ja, dat zou bij mij ook kunnen gebeuren. Ja. Geen idee. Ik ga er maar vanuit dat zij het goed doen. Ja, maar dat is prima. Maar dan moet je dan wel afspraken gaan maken met je hosting server of met wie dan ook. Op het moment dat ik een bedrijf run, heb ik ook... Ik heb geen verstand, ik ben jurist, Chris zei het net, ik heb geen verstand van cijfers. Dus zou ik een bedrijf hebben, huur ik een boekhouder in. Nou, jij zegt, ik heb geen verstand van security, huur je dus een bureau in, wat er wel verstand van hebt. Je probeert gewoon op al die onderdelen, probeer je gewoon je business goed te runnen. Want wie is uiteindelijk dan de verantwoordelijke? Ja. Dat als wij een site hebben draaien,
Mirjam. En die provider die heeft bepaalde instellingen niet goed gedaan. Ja, jij bent verantwoordelijk. Maar ik had dat kunnen weten. Ik ben dan verantwoordelijk als ondernemer. Ja, uiteindelijk ben jij verantwoordelijk. Dus het gaat erom dat wij stevig onderhandelen naar onze providers van is dit veilig of niet? Dat is wel heel verstandig, ja. Maar eer wij in staat zijn om al die ondernemers zich daarvan bewust te laten worden, dat is wel de grootste zorg van mij. Ja. Ik denk dat maar heel weinig mensen het meekrijgen. En we proberen natuurlijk op alle mogelijke manieren die bewustwording te verhogen. Ja. Ja. Maar de meesten zullen het niet weten. En inderdaad, net zoals ik, toch maar het vertrouwen hebben in mijn hostingpartij dat ik de goede heb gekozen. En ook net zoals de CRM-systeem. Ik ga ervan uit dat het de goede beveiligde is. Ja, ik ga hier zo meteen denk ik ook maar eventjes bij mevrouw Laks even checken. Ja, anders doe ik het wel. Oké, okay, nou, ik hoor het al. Ik zou zeggen, ga vooral even kijken in de speeddatezaal. Voor inderdaad adviezen over waar je nou op moet letten. Als je IT uitbesteedt aan anderen, standaarden, dat soort dingen. En ook specifiek voor MKB'ers, hè, die content management systemen, is een crime. Belangrijkste boodschap, je bent dus uiteindelijk zelf verantwoordelijk. Let daarop. Nou, Udo wil wel helpen met richtsnoeren, dat je dat goed inkleedt, dat je erop let. Ja, en wij ondernemers, ja. Misschien moet het gewoon een keertje misgaan. Ja, maar dat is wel, ja, weet je, dat hoort wel bij ondernemen, hè. Vallen opstaan, soms is het gewoon gaan. En dat zie je vooral bij snelle groei. Je gaat en je komt af en toe, kom je, nou, vallen wat Spaanders en dan, ja. En dan wil je een leuk verhaal. En je doet het niet bewust, maar soms gebeuren er dingen. En als het misgaat. En er is een belangrijke rol ook voor organisaties als die van jou, om ook om die awareness te vergroten. Oh ja, absoluut. Er zijn veel brancheorganisaties die hier aandacht aan het besteden zijn. En dat zien we alleen maar toenemen. En daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. Want ik snap ook best wel dat het misschien niet top of mind is bij alle ondernemers. Ja. Omdat je denkt dat je het goed hebt geregeld, omdat je spin in het web hebt ingehuurd of Microsoft hebt ingehuurd of wat dan ook. Maar daar moet je uiteindelijk, kun je daar niet van uitgaan. Je moet jezelf van verzekerd zijn dat het inderdaad goed is en je moet goede afspraken met die partijen gaan maken op het moment dat er zich wel een probleem gaat voordoen. Maar dat is wel het lastige en dat zie ik ook vanuit mijn eigen organisatie in de communicatie die je hebt naar al je hele achterban. Ja. Is het maar een nieuwsbrief die je stuurt met een aantal nieuwe regels. En je ziet al dat ze daar niet op klikken. Ze klikken op de leuke inspiratiedingen. En waar ze ondernemers willen helemaal niet met al die lastige dingen bezig zijn. Ga dit leuke brengen, zou ik zeggen. Nou, daar moet je dan wel even mee helpen. Nou, laat ik toch even een positieve twist eraan geven. Wat je ook zou kunnen doen natuurlijk is bij ondernemers handelen steeds meer met informatie en onder het publiek is er ook steeds meer bewustwording dat het mis kan gaan. Kun je nou ook als ondernemer onderscheiden dat je zegt wij doen het wel goed? Hè? Kijk, absoluut. Dat ik zeg van die con vulnerability exposure op mijn site, ja dat is nou eenmaal zo. Ik ga er wat aan doen. Ja. Er zullen mensen zeggen, oh dan moet je niet meer bij Chris komen. Maar er kunnen ook mensen zijn die zeggen van blijkbaar absoluut. Is Chris daar goed mee bezig. Maar ik denk dat daarom het ook heel belangrijk is dat we één Europese richtlijn in ieder geval hebben. En dat je een levels playing field hebt. Op het moment dat je wil onderscheiden en je gaat exporteren of je bent met het buitenland bezig. Dat je niet in elk land weer opnieuw moet uitzoeken hoe alles werkt. En daarom komt hij eraan 1 januari. En dan zijn we allemaal weer van de partij. Heel goed. Dank jullie wel. Udo Olle en Mirjam Bing. Dankjewel.